Ik heet Joyce. Ik woon in Lautuinhof. Ik ben Debbie Kromwijk en ik werk op woning 206-208 van Lambertijnhof. Doe ik het goed, Joyce? Ja. Ja? Oké. Help jij mij een beetje? Help ik jou ook een beetje? Goed. Op woning 206-208 wonen mensen met een matig verstandelijk beperking. Mensen kunnen vaak goed praten, maar vaak hebben ze sociaal-emotioneel een lager ontwikkelingsniveau. Het is de kunst om hun daarbij te helpen. Iedereen heeft een eigen vraag, eigen interesses en eigen behoeftes. En wij passen onze begeleidingswijze daarop aan. Als ik de dag begin bij Joyce, dan is het altijd leuk om haar wakker te maken en om Joyce te helpen. En we nemen dan haar dagprogramma door en daar gebruiken we haar Picto-agenda bij. En het is dan fijn dat Joyce weet wat er die dag op het programma staat. En we zien dat als het dagprogramma anders verloopt, is het soms lastig. En daarom gebruiken we ook een digibord waarin de mensen kunnen zien wat er op de dag op de planning staat. En als het anders verloopt, dan helpen we ze erbij. En dat kan door een gesprekje samen, maar het is ook fijn om een wandeling te maken of samen een rondje te gaan fietsen. En voor Joyce helpt muziek heel veel. Joyce luistert graag naar muziek en ze kan ook heel goed dansen. Wanneer Joyce klaar is om naar haar werk te gaan, zwaaien we haar uit. Joyce vindt het heel leuk om zelfstandig naar dagbesteding te gaan. Daar is ze enorm in gegroeid. En Joyce wilde ook graag aan haar zelfstandigheid werken. En daar helpen we Joyce bij. Ik ben blij van Mega Mindy van K3. En, oh ja, Timo, dat is mijn knuffel. En wat nog meer vind je leuk om te doen? Ik ga altijd op stap met mijn moeder. Debbie kan heel goed helpen om mij een beetje op tijd naar mijn bed te gaan. Om met deze doelgroep te kunnen werken, moet je creatief zijn. Het is leuk om creatieve activiteiten te doen, maar ook om creatieve oplossingen te bedenken als het een keertje niet lukt. We kijken dan samen naar de mogelijkheden om het wel voor elkaar te krijgen. Mijn werkdag is geslaagd als ik naar huis rijd en bedenk: vandaag was een leuke dag. We hebben het samen heel gezellig gehad. We hebben het beste eruit gehaald.